Vandaag konden mensen bij Brasserie de Rosmolen in Beneden Leeuwen binnenlopen voor een koffie met een kop. Hier zat een wijkagent klaar voor mensen die vragen hadden of iets kwijt wilden aan de politie. Het concept is koffie met een kop. Dat houdt in dat eigenlijk je als wijkagent ergens in de wijk gaat zitten op een openbaar toegankelijke locatie. En dat mensen kunnen aanschuiven dat ze van ons een kopje koffie krijgen. En dat ze bij ons terecht kunnen met vragen, problemen die ze willen bespreken. Of ze even een goed gesprek willen of wat dan ook. De politiebureaus verdwijnen steeds meer uit de dorpen. Met dit concept probeert de politie weer dichter bij de burger te komen. Met dit concept ga je eigenlijk weer terug de wijk in. Voor ons als wijkagent, wij hebben de informatie nodig van de bewoners uit de wijken. En die spreek je niet vanuit een auto. En daarom gaan we gewoon in een buurthuis zitten of bij een supermarkt of welke plek dan ook. En kunnen mensen gewoon aanschuiven op de momenten dat zij iets met ons willen bespreken. Ondanks dat het vandaag nog niet zo druk was, is de politie wel hoopvol over de toekomst. Ook op social media wordt daar best wel veel op gereageerd. En het is iets wat moet groeien. Dit is de eerste keer dat we het nu testen. En iedere persoon die aanschuift, dat is mooi meegenomen, want die zouden we normaal niet spreken. Dus ja, voor ons is het al heel snel waardevol. Mensen vinden al heel snel het een drempel om ons te bellen of te benaderen via social media of een politiebureau binnen te lopen. En op deze manier haal je eigenlijk die drempel weg, want je nodigt mensen echt uit van joh, kom bij mij langs om een kopje koffie te drinken. Dus ja, allemaal verschillende onderwerpen.